van ons. Ons leven. Ik ben Sarah, 25 jaar oud. Moeder van 3 kinderen. Dien is 4 jaar. Kai is 2 jaar. En Fayette is 4 maanden. Ik ben getrouwd met Jason. Die wil nooit in beeld. Dus daar zul je stiekem voorbij zien komen. Waarom ik ga vloggen? Omdat het me heel erg leuk lijkt. En omdat er best wel wat mensen gevraagd hebben. Hoe ziet jouw dag eruit? Hoe doe je dit en dit met 3 kinderen? En heb je tips? Nou, dat gaan we dus allemaal filmen. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar... school. Naar school, hè? Ja. En welke dag is het vandaag? Vrijdag, zaterdag en zondag. Vandaag is het vrijdag. Ja. En Dien heeft vandaag een... op podium op school. Dus dan gaat hij straks een voorstelling doen. En dan ga ik kijken met papa. En met Kai en met Fayenne. En wat gaan we daarna doen, Dien? Op vakantie. Ja, op vakantie. Jee. Wat zeg je? Ja, dat toch. Ja, daarna gaan we op vakantie, hè? Ja. Leuk. Nou. We hebben net Dien naar school gebracht. En we zijn nu weer thuis. Nou ja, althans bijna. Ik heb een duowagen. En ik woon op 1 hoog. Dus die duowagen, die moet ingeklapt worden. En dan in de schuur. En daar gaat dit er helemaal in. En Kai, die zit lekker warm. Hey Kai. En... ik vind het ook nooit zo leuk om eruit te komen. Maar goed. Deze kleine dame die slaapt heel erg lief. En die moet ik dus nu gaan wakker maken. Maar dat is zo als je de derde bent, geloof ik. Ik heb me er al bij neergelegd. Dat zou ik bij de eerste nooit gedaan hebben, wakker maken. Maar de tweede eigenlijk ook niet. Maar ja, nu is het niet anders. Nou, wagen er weer in. Van je weer wakker gemaakt zoals je ziet. En Kai hoor je huilen. Want ik kan ze niet allebei tillen. Van Jen is eigenlijk al te zwaar. Maar goed, dat vertel ik later nog wel. En we lopen nu dus naar huis toe. Van Jen, kan je nog wel lachen? Kan je nog wel lachen? Kan je nog wel lachen? En Kai vindt het niet zo heel leuk. Die vroeg al of ik kan kort tillen. Want ja, Kai is natuurlijk ook nog heel erg klein. Maar gelukkig kunnen we straks lekker gaan slapen. Want ze waren al om 6 uur wakker. By the way, ik draag geen make-up, helemaal niks. Lekker zo naar school gegaan. Dat zul je wel vaker zien. Het is reality, hè? Waar ben je? Hier. Gaan we naar deze school? Nee! Je hebt er zin in, hè? Superleuk. Deze open podium. Hoe was het, Dien? Vond je het leuk? Goed. Ja. Ja? Zie je mijn hoed? Ik zie jouw hoed, ja. Die is echt heel mooi. Nou, ik heb taart opgehaald. Kan je nog niet zien, die laat ik straks wel zien. Mijn schoonouders zijn 15 jaar getrouwd, dus we gaan naar Center Parks toe. De anderen zitten al in de auto te wachten. En nou, we gaan een leuk weekend tegemoet met z'n allen. Dus, doei! We zijn lekker in Sandparks. Vandaag is het alweer zondag en ik heb heel erg weinig gefilmd. Want we hebben echt familietijd. En we gaan nu naar de kinderboerderij toe. En lekker spelen, glijbaan. Vanmiddag weer naar huis.
dat je als je moeder, als moeder zijnde maar een paar dingetjes hebt waar je kinderen niet aan mogen komen. Toch, Kai? Ja. Ja, en mama was zo trots op haar pannenkoekenplant. Want altijd gaat alles bij mij dood. Zelfs vetplantjes. Maar nu had ik eindelijk een keer een pannenkoekenplant. En wat heb jij toen mee gedaan? Boom. Wat heb jij ermee gedaan? Jij hebt hem zo stuk gemaakt. Nou hangt hij. En overal heb ik losse blaadjes. Is mama heel verdrietig, hè? Ja. Dat mag je niet aankomen, toch? Nou, dat was dus mijn, mijn mooie pannenkoekenplant. Dit is mijn rijkdom. Vandaag op donderdag besef ik me dat maar weer even. Drie kinderen, alle drie van mezelf. Alle drie in mijn buik gezeten, drie keer bevallen. Wat een rijkdom het eigenlijk is. Want ze zijn super lief. En Dien en Kai wel een beetje druk vandaag. Maar goed, dat hoort er ook allemaal bij. Het is ook een heerlijke periode van Sinterklaas.